witte plek. Ja? Ja. Even voelen. Ja, Barend, ik denk dat je gelijk hebt. En we hebben ook al bekijks. Goedemiddag allemaal, wat leuk om kennis te maken. Mijn naam is Bordiel Viatoren. Ja, en mijn naam is Barend Adventum. Aangenaam. Ja, Barend en ik hebben elkaar leren kennen tijdens een van onze vele verre reizen. En sinds die tijd reizen wij samen de hele wereld over. Wij verzamelen namelijk magie uit alle windstreken. Ja, precies, want magie is ook overal te vinden. Soms in een kabbelend beekje, of een woest over de zee. En soms zelfs in een sneeuwvlokje of in een windvlaag. En die magie, die stoppen wij in dit soort mooie flesjes. En dat verspreiden we dan over de hele wereld in magische bellen. Zo komt de magie uit dit flesje bijvoorbeeld uit het eeuwenoude China. Klanken al opeens horen, Barend? Ik hoor ze inderdaad, Bordiel. De oudste magie die wij hebben gevonden. Zijn ze niet prachtig? Dat zijn ze zeker. Bordiel? Ja, Barend? Misschien dat een van onze avonturiers hier net zulke mooie bellen kan maken. Wat een goed idee. Even kijken wie ons kan helpen. Nou, jij staat er al helemaal klaar voor. Kom erbij staan. Wat is jouw naam? Hoi Fleur, ik ben Bordiel. Fleur gaat ons vandaag helpen met het blazen van een magische bel. Maar Barend, misschien kunnen deze andere avonturiers ons ook wel helpen. Wat als we allemaal heel goed luisteren? En dan mogen jullie zo meteen aan mij vertellen waar dat jullie denken dat deze magie vandaan komt. Ja. Goed luisteren dus. Gaan wij even bel blazen, Fleur. Probeer het maar eens. Oh, iets harder blazen. Heel goed, ik hoor de magische klanken al. En hebben we allemaal al een idee waar deze magie vandaan kan komen? De jungle? Hebben ze het geraden? Wist iemand waar het vandaan kwam? Daar zie ik een vinger. Ja, dit komt inderdaad uit de diepste jungles van Afrika. Inderdaad. Heel goed geraden. Maar Maat, op dit moment zijn wij natuurlijk niet in Afrika. Nee, precies. Nee, op dit moment zijn wij op reis hier door Toverland. En zoals jullie kunnen zien hebben wij al flessen vol met magie verzameld. Ja, en onze reis die begon in Avalon, waar de oorsprong van alle magie ligt. Is er al een keer iemand in Avalon geweest? Daar ook. Kennen jullie ook het verhaal van Merlijn en Morgana? Ja, hier. Nou, maar niet allemaal als niet ik het allemaal. Zo zie. Nee. Jawel. Ja. Misschien moet je het eens vertellen. Dat is het zo. Heel erg lang geleden. Toen probeerde Morgana iedereen in Avalon in haar macht te krijgen door gebruik te maken van minder goede magie. En op een hele koude dag probeerde zij het hart van tovenaar Merlijn te bevriezen. Maar ging van alles missen. Toen bevroor haar eigen hart. Ja, en sinds die dag is er iets raars aan de hand met de magie van Avalon. Net als het hart van Morgana zelf. Ja, vreselijk. Ja, we moesten dus op zoek gaan naar magie die de magische bellen uit Avalon weer komt doen ontdooien. Dus wij vervolgden onze reis en toen kwamen wij terecht bij het eiland Ithaca. Waar de magie zo vurig is dat we hem bijna niet konden vangen. Ja, veel te heet om vast te houden. Barend, voorzichtig, ja, kom maar. Zal ik proberen om er een bel uit te halen? Als je heel voorzichtig dan bent. Dan moeten jullie allemaal even een grote stap naar achter doen, want het gaat een beetje heet worden hier. Ja, heel voorzichtig. Ja, dan gaan we nu laten zien. Oké, kom je dichterbij, Barend? Yeah.
moest dus ook weer op zoek naar magie die deze bellen kon ontbreken. Wij vervolgden onze reis en wij kwamen terecht op wel een heel bijzondere plek. Oh, ja. Want op deze plek was iedereen vrolijk. En er werd gedanst, weet je nog? En gespeeld. En zelfs gelachen. En daar ontmoeten wij Toos. Het heksenkind. Kennen jullie Toos? Wat is Toos een morrel? Ja, het is zo gezellig met Toos en Morrel, hè? Want we gingen in de zweefmolen en in de achtbaan. En we roetsten van de glijbaan en we gingen eindeloos rondjes draaien. Het is zo gezellig in de plant van Toos. Het is echt heel erg leuk. Wij zochten daar natuurlijk ook magie. Ja, klopt. Hele vrolijke magie. We verzamelden flessen vol van deze magie en we gingen natuurlijk in de zweefmolen. Ja, en deze magie was al zo energiek dat het niet in onze kleine bellen paste. Daar heb ik soms last van. Dus we hadden een beetje een probleem. De magie was te energiek en onze bellen waren te klein. Dus als bedankt. Ja. Ik heb denk ik een geweldig idee. Oké. Wat nou, lieve avonturiers, als wij al deze magieën doen mengen, dan krijgen we misschien wel de perfecte magie die we dan weer kunnen verspreiden over heel Toverland. Alles mengen, een beetje van dit, een beetje van dat, roeren, ja, Barend. En dan... Ja, Barend. Dat gaat nooit lukken. Nou, we hebben toch al vaker magie verspreid? Met z'n tweeën, Ithaca en Fallon, land van Toos. Oké, de magie uit Ithaca is ook wel een beetje heet, maar Barend, we zijn toch niet met z'n tweeën? 1, 2. Barend, kijk eens voor je. Dat doe ik. 1, 2. Barend, kijk eens naar de andere voor je. Die kat. Misschien willen deze jonge avonturiers ons wel helpen. Jullie kunnen ons natuurlijk gewoon helpen. Ja, jullie gaan ons helpen, maar voordat ze dat kunnen doen, moeten we natuurlijk eerst mengen. Precies. Zullen we dan beginnen met de magie uit het land van Toos? Heel graag. Dan beginnen wij alvast met onszelf klaar te maken om de magie te verspreiden. Ach, kijk, ik hoor de klanken alweer. Volg ze een beetje los van mij. De zweefmolen. Ja, dat weet ik nog. En het is gewoon dus een beetje... En het was zo... Bodil, zou ik anders gewoon China doen. Oh ja, ja. Maar China. Hebben de polsen allemaal een beetje losgemaakt, maar heel belangrijk, kunnen we ook een beetje bellen blazen? Laat eens zien. Heel goed, kan jij dat ook? Bodil? Ja. Kun jij dat aan? Oh ja, sorry. Dan kunnen we ook hele kleine bellen maken, zo heel zachtjes. Barend, wil jij dan misschien de magie uit Avalon doen? Ja, dat is goed. Dat is goed. De magie uit Avalon, koud maar krachtig als ijs. En natuurlijk als laatste om de magie uit Avalon te ontdooien, Barend, Ithaca. Ja. Dan hebben wij als laatste 2 vrijwilligers nodig die ons kunnen helpen. Jij was heel snel voorbij staan. Ja, heel goed. Zo. Heb jij ook een vrijwilliger, Barend? Ja, wacht even. Kom maar bij. Als laatste moeten we weten, is het mengen gelukt? Precies. Ja, dat heeft altijd geduld nodig. Ja, normaal krijgen we magische... Wat is er? En we hebben om bellen te maken, inderdaad. Oh, Barend, kijk eens achter je. Ik denk dat wij de perfecte magie hebben gemaakt. Dat denk ik ook. Als jij dan een paar emmers vult. Oh ja, natuurlijk. Blijf je goed staan, dan ben ik zo terug. Avonturiers, wat wij dadelijk gaan doen. Wij gaan hele grote magische bellen maken. Hebben jullie dat al eens gedaan? Nog nooit. Jij wel. Zal ik het dan eerst even laten zien? Ja, nou dan ga ik het eerst even laten zien voor de kinderen die het nog niet hebben gedaan. Kom jij met mij mee, avonturier? Jij bent Barend. En als iedereen een paar hele grote stappen naar achter kan doen? Ja, we hebben even wat ruimte nodig voor de veilig. Grote stap naar achter. Ga ik het uitleggen? Goed opletten, hè? Oké. Heel belangrijk, je zorgt ervoor dat je de stokjes helemaal tot de bodem van de emmer doet. In het magische water. Dan loop je naar een plekje waar je genoeg ruimte hebt en je spreidt je armen. En dan laat je de wind haar werken. Mooi toch? Wil jij het ook eens proberen? Probeer maar eens. Dus helemaal tot op de bodem van de emmer. Zullen wij met z'n allen afspreken dat wij de bellen niet kapot gaan maken? Ja, precies. Als we net afspreken de bellen niet kapot maken, dan kunnen ze...
als je denkt, ik vind ze toch leuk, stuur ze een beetje omhoog. Blaas de bellen de lucht in. En voor de kinderen...